It's your girl tone. Your girl? Nee. Waarom kiest die NPC dan weer Vanillite? Ja, hij wilde het moeilijk maken voor ons. Hè. Ja, echt. Ik zou zeggen gewoon voor de spike. Oeh, flying. Thunderous. Thunderous, Tornadus. Moltres, Articuno, Zapdos. Welke gaan we? Psychic? Ik heb voor Spikic gekozen. Oh, kan ook Lugia zijn, zegt Muntball. Of Ho-Oh. Kan ook. Het kan trouwens ook Latios of Latios zijn. Nee, die zijn direct een Spikic. Oh, die kan het niet zijn. Het kan Rayquaza zijn, toch? Die Dragon Flying, toch? Ja. Volgens mij, ja. Oh, nice. Ben al bijna Sharpedo kwijt. Nee, het schiet op dit. What the fuck? Ah, damage heb je gedaan. Ja. Yeah. Ga nou het speeden. Ik hoop het. Nee, what the fuck? Oh, niet op mij. Helemaal zo in, def. Dat is extra kut. Had hij het beter wel op mij kunnen doen. Oh, Shiny Rayquaza zal ook cool zijn eigenlijk. Ja, die zou heel vet zijn. Oh, dan, hij blijft net leven, maar nee, gelukkig niet. Geeft in ieder geval weer een leven. Misschien dat we zo meteen nog wat kunnen oprapen. Oeh, die Electric, kan wel handig zijn. Op zich, ik weet niet welke het is. Het is een... De Denne. Nou, wat doen we? Misschien dat Golrok een rock move kent. Oh, ik heb niks gekozen. Ja. Oh, wacht, ik kan... Ja, ik switch wel gewoon met deze. Oeh, Galvantula. Kijk, dat is zeker niet erg. Ja, wat gaat jou voorkeur? Denne of Pikachu? Wat zeg je? Nou, welke gaat jouw voorkeur? De Denne of Pikachu? Pikachu. Ik vind de Denne ook wel wat hebben, hoor. Oh, nee, maar ik niet. Zou Marowak Bone Rush hebben? Zo. What the fuck? Oh, hij deed een crit op mij, natuurlijk. Dat hij geen Bone Rush heeft. Nee. De Shiny Alolan Marowak ziet er ook cool uit. Ja, yeah, die heb ik. Ja? Ja. Shiny de Denne is wel vet trouwens. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Die is, dat oranje is donkerbruin, zeg maar. Mm-hmm. En die nossels zijn al geel. Eigenlijk een beetje al hetzelfde als Shiny Alolan Raichu. Oh, oké. Okay. Omdat we nu over een Shiny en Denne hebben gehad, moet ik nu in één keer denken aan de Shiny Pachirichu die de World Championships heeft gewonnen. Die is roze toch? Pachirichu, ja. Shiny, ja. Was die Dark-typing? Oh, dat is die andere, hoe heet die? Die middelste Dark. Ik zou de middelste wel pakken, denk ik. Denk het wel, ja. Ook al kan Rock wel heel leuk zijn aan het eind, maar ik denk dat die best wel sterk is voor ons. Te sterk. Lijkt een Rock. Oh, Morpeko. Ja, die. De volgende clone. We doen heel veel damage. Ik ben blij dat we zo meteen op berries lopen. Ja, lopen nou deze op berries? Ja, daarom wou ik deze ook. Ik ben boos! Ja, Dynamax is niet echt nodig, toch? Ja, ik kan het doen voor de leuk, maar... Ja, het kost tijd. Ja. Doei! Ik hoop echt dat ik een Shiny krijg nu. Of jij, in ieder geval iemand op beeld. Ja, trouwens, ik hoop ook dat Muntball een Shiny krijgt, zou ik ook gewoon vet vinden. Zul je net zien dat het Thunderous is, dat we helemaal niks aan elektrisch hebben. Let's go! We gaan er niet volledig in, met vier hartjes en alles, maar... Alsjeblieft, wees geen Landorus of Thunderous. Landorus is ook crown natuurlijk. Mm-hmm. Heeft elektrisch ook helemaal niks tegen.
Oh. Wel vet shiny. Die is zeker vet shiny. Als ik beter een shiny vang, hè, hoef ik hem niet te hunten in mijn hardcore. Yeah. Zal ik Dynamaxen of... Ja, doe maar. Ik zit even te denken of ik Electroball of Thunder doe. Ik zou Electroball doen. Ja. Thunder kan denk ik missen. Ja, daarom zat ik ook te twijfelen. Ik weet niet of Thunder kan missen in Electric Terrain. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet. In Rain is het sowieso 100%. Ja. Dat weet ik. Oeh, kijk. De NPC kan toch nog iets nuttigs doen. Kom op jongens, shiny ho-ho. Dan ben ik happy. Echt hè, dan ben ik ook fucking happy. Als die Morpeko nou gewoon weer voor een elektrische aanval gehad. Ja. Hupske. Dit moet hem zijn. Deze moet wel gewoon shiny zijn. Moet wel. Nope. Ziggurat niet. Nope. Denne ook niet. Ja! Hij heeft er één hoor. Oh, en Ho-Ho ook? Nee. Het zou helemaal mooi zijn. Jij wel? Bij mij? Nee. Yo. Oh, wat lekker! Oh, gelukkig. Ik niet. Nooit. Je moet het echt vaker doen. Dat is ik vond het echt leuk om te doen. Zeker. Maar ja, morgenavond ben ik ook al bezet, dus. Ja, maar het hoeft ook niet elke dag. Maar in ieder geval vaker. Nee.